En ik denk dat ik hiermee kan gooien en dat dat fucking hard explodeert. We kunnen bowlen! We kunnen bowlen op dit spel! Vooraleer we aan deze video beginnen, zou ik heel even een dikke shout-out willen geven aan Jasper, a.k.a. Rapside. En ik ga even een ode aan hem brengen door deze Coca-Cola live te drinken. Want in zijn video zei hij dat het gewoon smaakt naar cola en dat het gewoon cola is in een groen blikje. Maar ik dacht, ze zouden dat toch niet uitbrengen als het gewoon hetzelfde zou zijn. Dus jongens, let's take a slok of ice cold Coca-Cola live. Let's go! Het is gewoon Coca-Cola Zero in een groen blikje. Let's go. Dus yo YouTube, Aced hier met vandaag een nieuwe game video. Vandaag spelen we Dying Light op de computer. En omdat ik zo'n mechanisch toetsenbord heb die een enorm irritant geluidje maakt, heb ik gewoon gefixt dat we met mijn PS4 controller op de PC kunnen spelen. En dat jullie geen irritante getik hebben van mijn toetsenbord. Ik hoop dat jullie deze game leuk zullen vinden, want ik denk gewoon dat het fucking awesome zou zijn. Het is de allereerste keer dat ik dit spel speel. Ik heb nog maar een paar video's gezien van andere YouTubers die dit spel spelen. En ik heb al de graphics op het hoogste gezet en ik denk gewoon dat het fucking vet gaat worden. Als jullie dit leuk zouden vinden, laat dan zeker even een duimpje omhoog achter voor meer Dying Light. En als ik in deze stad ga kunnen rondlopen en free roamen waar ik wil, dan gaat dit spel gewoon fucking epic zijn. Ja, let's go. Deze guy is hier waarschijnlijk ook een dikke Minecraft episode aan het opnemen. Ja hoor, let's go. Appie doet Minecraft episode 1. Mannen. We hebben een wapen. Waar zijn de zombies? Ah! Ah! Kan je zeggen, dit spel lijkt echt op zo'n fucked up horror game, man. Je hebt de zaklamp en alles is zo in schemeringen. En overal ligt er maanstonden bloed. Dus ja, we gaan verder zoeken naar dingen. Ik wil eigenlijk gewoon zombies doodslaan en mijn machinegeweer schieten en zo. Maar nee, we moeten fucking kleren aandoen. Het is een fucking zombiespel. Wat ga ik kleren changen? Sick. Sick, mate. Check die shit. Als je kan free roamen in die grote stad. Holy motherfucking shit. Mannen, we zijn aangekomen in het deel in het spel waar we leren bungee jumpen. 3, 2, 1, jump. Huh? Mannen? Holy shit. Ja, lekker dan! Oké, nu zijn we dus in een soort van trainingsparcours om getraind te worden tot de master zombie killer. Maar ja, wat zij niet weten is dat ik eigenlijk al de master zombie killer ben. En nu moeten we zo snel mogelijk terug naar die kraan om te kijken of we ja, geslaagd zijn voor de parcourstest ofzo. Dus eigenlijk is dit gewoon het einde van de tutorial. Verspringen met Aced, mannen, let's go! Oké, we zijn geslaagd voor onze test en ik denk dat we nu zombies kunnen gaan killen. Dus gewoon nog over deze kraan lopen en dan is het. Word ik nu een zombie? Ben ik aan het muteren, ja. Word ik een zombie? Ik heb alle cutscenes overgeslaan, dus ik weet echt niet waar is gebeurd. Maar uit enige dialoogjes heb ik wel kunnen ondervinden dat ik geïnfecteerd ben of zo. Kijk, die jongen een leven hebben. Hij heeft echt de sfeer van zijn leven. We gaan gewoon meedoen met hem. Nee, ja, nice! We krijgen een tafelpoot als fucking wapen. Ja, let's go. Ik wil een tafelpoot. Ja, geef. Daar ligt hij. Onze tafelpoot. Ja, lekker dan. Mannen, we zijn in de buitenwereld. Nog even een slokje cola voor we beginnen, want mijn mannetje gaat waarschijnlijk veel dorst krijgen. Ah! Let's go! De zijden maakt niet te veel lawaai. Maar ja, ik ga gewoon zombies doodmappen hoor. Let's go. Oké, we gaan hier een zombie in neerknuppelen. Jongens, let's go! Ja, lekker dan! Oké, deze dude heeft een soort van conditie. En het is een hele slechte conditie. Want elke keer als ik één zombie doodsla, is het op. Nu ga ik die gekke dokter zoeken. Want ik heb medicijn nodig tegen het zombie griep ding. Fuck it, fuck die conditie. Ja, let's go. Oei. Oei. Zijn er veel zombies? Ik denk niet dat er veel zombies zijn, dus we slaan ze gewoon dood.
Ja, lekker dan. Dit is een zombie. Jongens, aangenaam. Mannen, zombie. Zombie. Ja, mannen. Zombie. Ah, mannen. Zombietje. Hey, haha. Zou hier ergens moeten zijn om bij de dokter te komen? Is hij hier? Hallo? Doc? Doctor? Ah, ja. Waarom hebben deze mensen coole zwaarden en fucking Beretta guns? En loop ik rond met een scheve tafelpoot en een of andere kraan? Ik heb wel zin om een beetje zombies af te slachten met de tafelpoot. Let's go. Okay, lady in de bikini, let's go. Nog altijd in de bikini. Stil in de bikini. Ik heb ook gezien dat we een echte voetballer zijn waar we kunnen schoppen. Let's go. Het is hier een dikke gangbang van zombies. En ja, ik sta hier gewoon te kijken. Dus ja, let's go. We moeten een trap zetten of zo. En ik weet niet waarom, maar het is ondergang, zonsondergang aan het worden. We moeten nu de traps activeren. Omdat als het nacht wordt, dan komen er heel veel zombies en shit. Nu moeten we mensen helpen omdat ze zelf niet goed genoeg zijn. Maar eerst ga ik deze vrouw doodslaan. Het zijn allemaal vrouwen die zombies. Echt niet normaal. Graphics zijn echt insane. Maar het is kut dat je conditie hebt. Want anders, ja, anders sloeg ik ze gewoon allemaal de moker in, hoor. Het is echt een free-run spel. Is niet normaal. Gewoon Assassin's Creed en Call of Duty zombies in elkaar gedraaid. En we springen van dak naar dak. Want we zijn Spider-Man. Dit zijn de bitches die dood moeten. Dus mannen, let's go. Ha. En ha. Deze leeft nog. Ik kijk hem even dood. Ja, 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 ja. Oké, daar is er een vliegende zombie. Die is nu naar beneden gevallen. Let's go. Deze hoofd is eraf en we hebben alcohol gevonden. Dat wordt een goed feestje. Daar is er nog eentje gevallen. Die slaan we ook gewoon in. Het is echt cool hoe je zombie slaat. Het is zo, je slaat een lichaamsdelen er helemaal af. Is gewoon, ja, lekker cool toch. Braka boys, we breken deuren open. Braka boys, in the building. En out the building, binnen 2 minuten. Ik heb ook gezien dat we een nieuw wapen hebben, maar ik weet niet of hij zo goed is. Dus eens kijken. Het is een stok met spijkers. We testen het een keer. Het is niet zo sterk wapen. Deze stok is niet goed. Maar we zitten hier wel op een killing spree. En hier is er weer een vrouw in bikini. Ja. Sterf. Sterf. Ik heb conditie nodig. Oké, sterf. Val. Dood. Sterf. Ja, ga maar al dood. Ja, like mijn video. Ja, like mijn video. Ja, like mijn video dan niet, hè. Dit gebeurt er dus als je mijn video's niet liked. Ja, het is erg, maar dit gebeurt er als je mijn video's niet liked. Die nice walkie-talkie. Sick. Echt, nieuwe iPhone. Holy shit, er zijn hier fucking veel zombies. Holy shit. Ik ga gewoon rotjes in de straat gooien. En we zien wel hoe het verder gaat. Daar komen al de rotjes. Hey. En dan ga ik die traps aanzetten. Er zijn hier echt fucking veel zombies. Niet normaal. Maar ja, we hebben de traps wel aangezet. Dus ik wil er nu wel een paar doodslaan. Want dit wapen die ik nu heb is gewoon fucking crap. De free roam in deze game is geweldig. En de zombies, ja, die zijn gewoon fucking dood. Dit is een hastank. En ik denk dat ik hiermee kan gooien. En dat dat fucking hard explodeert. We kunnen bowlen. We kunnen bowlen op dit spel. Oké, jongens. We gaan voor een dikke motherfucking strike. Oké, we hebben toch eentje geraakt. Maar we hebben altijd de tweede kans. Dus let's go. Ja. Oké, bijna. Bowlen met zombies is nice. Let's go. Let's fucking do this. Oei. Oké, ze staan weer op. Let's go. Lekker dan. Op je gezicht, ouwe graftak. Er zijn hier echt fucking veel bowlingballen, jongens. Holy shit. Oké, maar het is nacht aan het worden. Ik moet echt opschieten, want anders, ja, anders komt dat niet goed, denk ik. Dik jumps, alles als ik deze maak. Liken jullie de video? Ja, like al maar. Holy shit, hier zijn er veel zombies. Dat wordt lopen. Kom op. Loop erdoor, je kan het, ja. Dit is zo de typical game fucked up missie. Ik doe fucking veel werk om alle lampjes aan te zetten. En als ik dan eindelijk alle fucking lampjes heb aangezet, valt elektriciteit uit in de hele buurt. Ja, lekker dan! Holy shit! Holy shit! Ah! 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 Ah!
fuck! Ah! Ah! What the fuck is dat zelf? Hey, we moeten hem naar hier brengen, hallo? Ah, ah, nee! Sta recht! Sta recht! Oké, kom naar hier, grote jongen. Kom. Oh, kijk dat zwaard van hem. Oké, kom. En nu teruglopen en nu heel snel dat ding aansteken. Oké. Zo, pak het, doe het. En nu op kruisje drukken. Ja, kom op. Ja. Oké, het is open. En nu teruglopen. En nu weer hetzelfde doen. Oké, die grote jongen is daar. Maar holy shit. Hey, big boy. Ja. We kunnen bowlen met hem. Pak die ding. Nee. Pak die ding. We gaan bowlen. Oké, en go. Ja, lekker dan. Ah. Ah. Nee, dat was niet zo slim. Nu komen er meer monsters. Oh my god, nee. Oh. Help. Ik ben bang. Oh my god, where the fuck ben ik? Oké, we hebben het gevonden. Nice. Oké, we moeten door deze deur. Het is de enige optie die we hebben. Let's go. En de andere doorlopen en gewoon lopen. Want er zijn hier fucking veel zombies. Oh my god, het is nacht. Alsjeblieft, dief toch op. Oh my god, ik zie alleen maar die zaklamp shit. Oh, waar de fuck ben ik? Alsjeblieft, ik wil gewoon naar een safe zone. Alsjeblieft. Oké. We hebben het gehaald. Ja. What the fuck? What the fuck? Oké, dit wordt onze slaapplek. Het is kinky, het is cozy. Maar het enige probleem is, we kunnen hier geen video's recorden. Dus jongens, ik denk dat we de video hier gaan afsluiten. Ik zweet helemaal. Dit was de allereerste aflevering van Dying Light. Vond jij het nu leuk? Draag zeker een duimpje omhoog. Deze afleveringen zullen altijd iets langer zijn dan mijn normale video's. Maar dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben Acid en ik zeg smash die like. En tot de volgende keer. Allee, ajoe!